Dienst live exclusief hier op de Hilversche Kermis. Reactor, ja, nieuw in 2018. En de meeste van jullie hebben hem dit jaar al kunnen zien. Want hij stond onder meer al in Best. Hij heeft in Geleen gestaan, in Enschede, wat ik weet. En onder andere ook in Tilburg. Wat de meeste mensen niet weten, is dat de reactor vroeger, toen hij uit de fabriek kwam, de gondels naar de buitenkant hadden staan. En dit zorgde echt voor een veel intensere rit. Maar toch bleek dit... ja, iets te veel van het goede, want als de Fransen uiteindelijk iets gaan omschuiven, ja, dan weet je gewoon dat het ook echt te heftig is. Dus de Franse exploitant die hem gekocht heeft, die heeft hem destijds omgedraaid. Nou, dit zijn nog een paar beelden die ik gevonden had van de Dreamlife van vroeger, hoe die met de beugels naar buiten eigenlijk draaide op de kermis. Nu heeft Nick Molen dus gezegd, luister jongens, jullie kunnen nog één keer de Dreamlife, zoals die vroeger heette, nog één keer meemaken. Moet jullie even de pagina liken op Facebook en dan maken jullie kans. Dat was dus afgelopen vrijdag is dat geweest. En wij hebben er beelden van gemaakt. Dreams Live exclusief hier op de Hilversche Kermis. Oh, yes! Zo, die heet. Zo'n bloed in mijn mee.
benen. Aangezien we er toch waren, hebben we ook maar gelijk even een gewoon rondje meegedraaid met de reactor. Abonneer je nu op Theme Park Travel en mis geen enkele video meer. Subscribe to Theme Park Travel and don't miss out on any more videos.